hoe bouwt zo'n kraan nou eigenlijk op? Want je komt 's ochtends ergens aan en opeens staat hij daar. De stempelpoten kan je bedienen met press. Dit is dus eigenlijk gewoon het zwaarste van het hele vak kraanmachinist. Fysiek. Zeker, zeker. En je kan hem dus op twee manieren besturen. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Een veelgestelde vraag die ik heb gekregen, wat is eigenlijk voor mij gewoon normaal is, maar ja, voor een hoop mensen dus ja, bijzonder. Hoe bouwt zo'n kraan nou eigenlijk op? Want je komt 's ochtends ergens aan en opeens staat hij daar. Ik ga jullie in deze video meenemen. Priscilla die gaat me helpen met de kraan opbouwen. Ik ga alles voor jullie vastleggen en uitleggen wat alles precies is. Dus ja, veel kijkplezier. We zijn hier bij torenkraanmachiniste Priscilla. En die gaat ons uitleggen hoe deze kraan zich opbouwt. Want ja, ik kan dat zelf al vertellen, maar het is veel leuker als twee vrouwen dat doen. Ja! Kennen wij gewoon. Kijk, wat gaan we als eerste doen, Pris? De stempels. Stempels uitschuiven. De stempelpoten kan je bedienen met deze. Kleine afstandsbediening. Dit is een mobiele torenkraan. Wat dus eigenlijk betekent, is dat hij mobiel is en dus gewoon kan rijden. Hij klapt dus gewoon in en met één vinger op de knop. Als eerste is Priscilla alle stempelpoten aan het uitschuiven. Deze zorgen voor de stabiliteit van de kraan. En zo meteen gaat ze de as omhoog halen, dus de wielen. Wat ervoor zorgt dat de kraan dus compleet op de stempel staat. En waterpas. Prins, dit is dus eigenlijk gewoon het zwaarste van het hele vak kraanmachinist. Fysiek. Zeker, zeker. Schotten tillen. De rest is allemaal knopjeswerk. De assen zijn nu omhoog gehaald. Dus er zit ruimte onder de assen. De kraan staat volledig op de stempels. En nu gaan we kijken of die waterpas staat. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dan hebben we hier achter op de kraan een waterpasje zitten. Hij staat als Roeders waterpas, maar even de kleine finishing touch. En dan gaan we hem opbouwen. De afstandsbediening om de buik, daar kan ze de complete kraan mee bedienen. En met één vinger op de knop kan je hem dus opbouwen. Zeker.
En je kan hem dus op twee manieren besturen. Door het middel van deze afstandsbediening. Of door middel van de cabine die bovenin zit. Wat wil je nog meer zien? Zijn er soms aparte, rare vragen? Dingen die wij normaal vinden, maar die bij jullie, dat jullie denken, hè? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, laat het even weten in de comments en dan zie je ons de volgende keer weer. Zeker! Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Doei!